hebben, Puk. Ga vanavond douchen en is het er zo weer af. Nee, rot op. Puk, stom! Ik doe niet meer mee. Kijk nou, dat ziet er toch niet uit. Yo, wij zijn Anne en Puk, de kookfrischicks van KookTV. En vandaag gaan wij iets heel leuks doen, namelijk de Frischicks vakantie. Battle. Bow, 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 bow. Ja, want na 35 dagen strand zullen jullie je onderhand wel een dagje vervelen. Ja, je moet toch een beetje actief blijven en lekker die zomerbotten houden. Dus wij hebben vandaag 4 challenges voor jullie gemaakt, zodat jullie dat ook lekker op vakantie kunnen doen met vrienden, neven, nichten, oom, tante, hond, maakt niet uit. Let the games begin. Opdracht 1. Wat gaan we doen, Puk? We gaan een hele mooie tatoeage maken. Van elkaars hoofd, of tenminste jij van jouw hoofd op mij en okay. Ik van mijn hoofd op jou. Oké, okay, en wie dan het mooiste teken, die heeft gewonnen. Ja, laten we beginnen. Oeh, daar is hij. Oké, okay, van jou, van mijn van hoofd. Van jouw hoofd uiteraard. Dat wil je toch gewoon echt hebben, Puk? Ik ga hem daar gelijk over laten trekken in de tattoo shop. Tada! Ja, ik vind hem mooi. Nou, ben je er klaar voor? Au, ja, ik ben er klaar voor. Oké. Okay. Maar wel niet te groot, hè? Niet te groot, nee. En ook gewoon klein en bescheiden. Wordt een beetje een doodse kop. Je gaat vanavond douchen en is er zo weer af. Zit ze nou te Nee. Nou, hij lijkt wel, denk ik, hè? Ja? Toppie! Ja, draai maar om. Oké, okay, cameraman. Wie heeft er gewonnen? Yes! Yeah! Nou, dat lijkt echt niet eerlijk. Nee, rot op. Puk, stom! Oepsie. Ik doe niet meer mee. Permanent marker. Kijk nou, dat ziet er toch niet uit. Challenge nummer 2. Wat gaan we doen? Ik heb net gewonnen met mijn prachtige kunstwerk. Dankjewel. En leuk dat het ook nog steeds op mijn rug zit. Maar maakt niet uit. Wij gaan zometeen een zandkasteel bouwen. En als iemand er goed in is, dan ben ik het. Want ik heb namelijk mijn gehele jeugd zandkastelen gebouwd. Jij? Ja, ik. Okay. Dus laten we gewoon beginnen. Ja, prima. Laten we beginnen. Mag ik wat water? Ja, die spray vind ik ook wel leuk. Hier, deze past wel bij jou. Oh ja, top Anne, ja. Wat ik dus zei, dit is mijn vakgebied nou eenmaal. Nou, ik denk dat we weten wie de winnaar is. Goed gedaan, Puk. En ik zie je zo meteen. We moeten wel even. We gaan nog wel even stemmen. Doe maar gewoon als Anne weg is stemmen. Dank je. Oh, dank je. Dank je wel. En vergeet niet je spullen op te ruimen als je klaar bent. We willen natuurlijk niet dat het in de zee belandt. Nou, Puk, jij hebt net de challenge gewonnen. Heel knap. Echt ja. Proficiat. Ik vind echt dat je gewoon een hele goede erkende kunstenares bent. We gaan naar challenge nummer 3. Degene die op de meest creatieve manier een hangmat ophangt. Hij zwingt. Oh, dat was een plaatje. Die wint deze opdracht. Oké. Okay. Ja? Dus laten we gaan in 3, 2, 1, go. Oké, handige plek dus. Oeh, kijk dan. Ja, maar dan moet ik het knopen of zo. Ha! Vol aan mijn water. Dat het niet gaat passen. Ik heb geen touw. Bijna. Ik heb hem. Ik heb hem. Oké, 2. Ik ga verder. Nou, als dit niet op je boom is, dan weet ik het ook niet meer. Anne! Het ligt er wel allemaal hondenpoep trouwens. Maakt niet uit. Dit is gewoon perfect. Zoek maar eens iets beters hier. Hoi. Hi. Hi. Zit u lekker? Heerlijk. Ja, ik zoek namelijk 2 mensen die mijn hangmat willen vasthouden, dat ik erin ga liggen. Dus willen jullie mij helpen? Ja, we gaan je helpen, joh. Ja, oké, te gek. Ik ben er niet gaan lukken, hoor. Ben je er klaar voor? Ja, ik ben er klaar voor. Zo, 3, 2, 1. Ja! Nee! Oh! Ja, jij dit al! Oh, dit is echt goed. Nou,
Maar jongens, jullie mogen wel lekker gaan zitten hoor. Dankjewel. Ja, yes. Nou, fuck, heb ik deze gewonnen of niet? Ja, ik moet toegeven dat mijn kerstboom hier niet aan kon tippen. Yes! Dus jij wint deze ronde. Maar gelukkig hebben we nog een afsluitende ronde van 5 punten. Challenge nummer 4! Ja, ik heb de vorige challenge gewonnen. En zeker ook heel dik heb ik die gewonnen. Ja. Maar we zijn natuurlijk nog niet klaar. Nee, om het extra spannend te maken heb ik ervoor gekozen. En dat heb ik helemaal niet gedaan omdat ik achter sta natuurlijk. Nee. Maar de laatste challenge is voor 5 punten. 5 insmeerchallenge. Insmeerchallenge, want je moet natuurlijk wel altijd goed ingesmeerd in de zon gaan liggen. Ja. Ja. Wie smeert zichzelf het snelst in van top tot teen? Nou, laten we dat dan wel even in stijl doen, hè? Want wij zijn ook Chris-Six. Dus laten we het omkleden. Hey! We zijn er. In 3, 2, 1, go! Twee, oh, dit is het verzaal! Eén! Ik ben wel heel goed beschermd. Ik dacht eindelijk dat ik ging winnen wel. Ja. Nou, goed gedaan. Cameraman, wie heeft er gewonnen? Leuke video. Doe even duimpjes omhoog. Geniet van jullie vakantie. Ja, en jij niet... ook. Ja, dankjewel. En vergeet niet te abonneren. Hè? Duimpje omhoog. We zien jullie snel de volgende keer. Dag, fijne vakantie. Wat verdomme mannen. Fijne vakantie.